dames en heren, en welkom weer in Lekker Doetinchem. En ook al zijn de tijden een beetje raar en zijn we misschien verder van elkaar verwijderd dan ooit, laten we toch dicht bij elkaar blijven. Koop lokaal. Ook in deze aflevering weer een ondernemer uit het centrum van Doetinchem. Mocht je nou in Doetinchem wonen en je houdt een beetje van muziek, dan is er geen betere plek dan de kelder van Wim. Wim Vriezen. Wim's muziekkelder, ook heel fijn voor mensen met hoogtevrees. Je loopt de trap af naar beneden en je komt in een soort walhalla van muziek. Nog op plaat, ook nog op cd zie ik je staan. En Wim is een echte Doetinchemmer en die weet alles van muziek. Dus we moesten Wim wel vragen, Wim, het is coronatijd. Wat zijn de platen die ons er doorheen kunnen trekken? We werden natuurlijk begin maart in een soort van lockdown gezet. Dit is Lockdown van Dr. John, een hele toepasselijke plaat natuurlijk. Ik hoorde deze plaat voor het eerst toen ik in New Orleans was. Ik ben naar een platenzaak binnengegaan. En ik denk, wat, ik hoor muziek die ik niet ken. En dan wil ik natuurlijk gelijk weten, wat hebben jullie opstaan? Ja, we hebben net de nieuwe Dr. John binnengekregen. Moet je nagaan, ik ben in New Orleans. Ik zeg, geweldig. Ik heb die plaat gelijk aangeschaft, 2013 was het. In 2012 was het, in 2013 ben ik deze winkel begonnen. Ik heb hier nog een toepasselijk plaatje, de nieuwe Strokes. De nieuwe Abnormaal, ik ben er helemaal voor, de nieuwe Abnormaal. En natuurlijk, ja, wat er nu speelt op dit moment, is natuurlijk die rechtszaak in Zeist. Waar ze, geloof ik, niet eens wifi hebben, kun je nagaan hoe ver ze achterlopen daar. Maar de Graafschap moet natuurlijk Oerentraat naar de Eredivisie, samen met Cambuur. Mooi Wim, daar komen wij de crisis wel mee door. Aan de andere kant heb jij hier een soort van, ik zei het al, walhalla aan muziek, aan platen voor de echte muziekliefhebber. Maar juist ook voor mensen die in deze tijd misschien wel een mooi plaatje kunnen gebruiken. Wat doe jij nou als ondernemer met je muziekwinkeltje? Hoe kom je nog alsnog bij de mensen thuis? Ja, je moet natuurlijk creatief zijn en ik heb begin maart heb ik gelijk besloten om een bezorgdienst in te stellen. Ik ben echt waar, ik ben met de bakfiets door Doetinchem getrokken. Mensen vonden het heel mooi. Maar ja, op een gegeven moment ik kreeg gelukkig zoveel bestellingen dat ik het niet meer afkom met de bakfiets. Dus mijn zoon is nu met de auto rond, nu ook weer een rondje achterop maken. En zo bedienen we de mensen die dan niet zeg maar volop weer in een straatbeeld willen verschijnen. Maar gelukkig wat je ook ziet, dat de mensen de winkel toch weer ontdekken. De klanten hebben mij niet in de steek gelaten, dus daar ben ik heel blij mee. En ondertussen houden we netjes 4-5 langspeelplaten afstand, ja. En dan komt het helemaal goed. Mochten ze nou online willen bestellen, heb je de collectie ook helemaal online staan? We zijn heel hard bezig met een webshop. Dat was ook een van de punten die eigenlijk op de lange banen geschoven waren, maar waarvan ik nu niet zat, dat moet nu heel gauw gebeuren. En ik heb daar goede hulp bij gekregen en we zijn nou zo goed als klaar. Dus als mensen eind deze maand, begin volgende maand op wimsmuziekkelder.nl gaan kijken, dan hangt daar ook een webshop aan vast. Bellen mag, mailen mag, dan komen we langs, zeker. Wim's Muziekkelder, dames en heren, voor een prettig muziekje om deze rare tijd door te komen. Mocht er iemand nog twijfelen waar het nou voor staat, hè, dat Lekker Doetinchem, moet je gewoon een keer die kelder inlopen. Heerlijk, fijne muziek en als Wim toch niet oplet, dan die is voor mij. Wim's Muziekkelder, moet je naartoe.